Gegroet mensen en super tof dat jullie vandaag kijken naar een nieuwe video van Computer Nerd. Vandaag hebben we het over fotografie, zoals jullie hierboven lezen en hiervoor misschien wel kunnen zien. Fotografie is een van mijn vele hobby's. Ook filmpjes maken, zoals ik nu doe voor YouTube. Maar ook met de GoPro, daarvoor heb ik de GoPro gekocht, die is van mijzelf. En die heb ik besteld gewoon via internet. En dat is de GoPro Hero Session. Jullie krijgen nu een video te zien die hij heeft gemaakt. GoPro Hero Session dus, van dat videootje wat je net hebt gezien. En dan maak ik heel veel foto's met deze hier. Dit is de Canon EOS 50D, een digitale camera zoals je hier kan zien aan het schermpje. En best wel ingewikkeld. Je hebt hier, als je de lens erop eraf haalt, dan moet je door de zoeker hier zo heen kijken wat voor foto je maakt. En dan krijg je zo, kan je foto maken. Dit is de picture trouwens die net uitklapte. En ja, je kan nog een zonneklep erop zetten. Dan krijg je nu een paar foto's te zien van wel wat ik met deze hier heb gemaakt. Zo, dat waren een paar foto's. En deze heb ik trouwens, mocht ik lenen van een buurman waar ik gras maai als baantje. En dan hebben we nog. Ho, zo even uitzetten. Dan hebben we nog deze hier. Dat is een analoge. Kijk, dit is geen schermpje. Ik zal jullie even laten zien hoe je er een rolletje in stopt. Als je nou niet weet wat een rolletje is, daar slaat hij, dat is een soort van SD-kaart. Daar slaat hij de foto's op. Ik heb even de camera verplaatst, want ik moest van mijn moeder verplaatsen per se. Maar ik ga nu dus uitleggen hoe je een rolletje erin moet doen. Dit is het rolletje. ISO 200 staat erop. Ja, die moet hier dus in dit kokertje. Iets achter, weet ik veel wat het is. Ja, dan moet het wel lukken. Of die moet andersom, dat kan ook. Nee, dat lijkt me niet. Ja. Als die erin zit, moet deze naar beneden. En dan moet dit. Moet. Hè? Wordt bij het witte ding. Maar. Dat past niet, zoals jullie zien. Hè? Nou ja, in ieder geval moet hij dan hier zo. En dan kan je zo een paar keer met dit schuifje zo. Hè? Zo.
En dan heb je een, het rolletje erin. Maar ik ga hem er nu niet in doen omdat ik hem niet zoveel ga gebruiken. Nu gebruik ik veel meer die. En dan heb je nog heel veel lenzen die je erop kan doen. Dit is een grote T-lens. Dit is een zoomlens en dat is een macro lens. Er zit ook een macro lens op. Zoals je hier kan zien. Macro lens. En oh, deze moet even dicht. Ja. Dan ga ik jullie even zien hoe je lens moet verwisselen. Hier zit een schuifje. Moet je de lens eraf draaien, dan krijg je dit. Ik zal even de spiegel. Ja, spiegel. Dan krijg je een spiegel. En dan kan je dus eigenlijk. Die spiegel staat schuin. Kan je nu niet zo goed zien. Maar dan kan je zien wat je door de zoeker ziet. Dus als ik mijn hand voor de zoeker doe, dan zie je niks. En dan zie je nog een vierkantje in het midden, dat soort richten. En dan gaan we nu even die lens erop doen. Dan moet je, kijk, hier bij deze lens zie je, een rood stipje. En bij de camera zie je een rood stipje. En daar moet de lens dus. En dan heb je een zoomlens op je camera. Een telelens bedoel ik. Oké. Dan gaan we nu over. Oh, yes. Dan gaan we nu over naar de digitale camera. We zetten eerst even de digitale camera aan. Dat is met de on-off knop. Niet zo bijzonder. Gaat die sensorreiniging, zegt hij dan altijd. Dan moet je de dop eraf halen. En dan kan ik op dit knopje drukken. Als het goed is. Oh nee, wacht. Zo kan ik op dit knopje drukken. En dan zie je wat je eigenlijk door de zoeker hoort te zien. En dan heb je hier heb je nog twee schuifjes met AV en MV eentje. Dus autofocus, dat is, dan gaat hij automatisch scherp stellen. Dus als ik de autofocus aan heb, dat hoor je nu ook, hoor je het bewegen. Als ik nu verander, als het goed is. Oh nee, kijk, als ik dan verander, dan hoor je dat. Ja, dus wat je net al zei, zag, de draaien van de lens is zoomen. Dan heb je nog stabilizer on-off. Daar kan je gewoon, dan gaat die stabiliseren, heet dat. Dan heb je hier een knopje voor de flitser. Dan klap de flitser uit. Niet zo bijzonder allemaal. En dan heb je een draaiknopje en dat zijn de modus. En hier heb je de display-achtig iets. En daarbij kan je zien wat voor sluitertijd. Dit knopje draaien. En de, hoe heet dat? Of, ja, sluitertijd. Dit knopje. En de diafragma, dat is een openingetje in het scherm en daar gaat licht, ik bedoel in de lens en daar gaat licht erheen, is dit draaiknopje. En dan heb je nog de, dit knopje autofocus on, als het goed is. Ja, ja. Daar kan je op drukken en dan gaat hij proberen scherp te stellen. Oh, daar vielen we bijna. Dan heb je, als je flits hebt uitgeklapt, heb je hier nog iets en dan gaat hij de flits aanzetten. Dat zal ik even andersom laten zien. Oh.
Zo. Flitsen naar beneden. En dan heb je daarnaast nog een knopje, dat weet ik niet. En dat is het zo'n beetje. Over naar de GoPro. De GoPro is iets kleiner, dus iets makkelijker om te filmen. Dit is de GoPro. Is heel simpel. Bovenop staat een knopje. Als je die indrukt, dan gaat die opnemen. Maar nu is mijn SD-kaart vol, kan ik dat niet helemaal goed laten zien. En je hebt hier nog een knopje en dan kan je hem al... hoe heet dat? Kan je allemaal instellingen en zo doen. Ja, dat was het eigenlijk. Dan heb je nog iets van de analoge camera. En dat is deze. Je moet altijd, als je het rolletje erin hebt, moet je een doorspoelen, zoals dat heet. En dan krijg je een ander stukje waar weer een foto op kan worden geprojecteerd. En dit is de automatische doorspoeler. En die, dan hoef je niet meer een knopje om te draaien. Oké, dat was het. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie niet vergeten te liken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan niet te liken. Vergeet niet te abonneren hieronder. En vergeet niet te reageren. En dan zeg ik ciao.